Vanaf dat ik me kan herinneren was ik in mode geïnteresseerd. Mijn moeder kon gewoon uit de losse hand stof knippen. Ze knipte gewoon zonder patronen, stikte het in elkaar. Dus dat... Ik heb op de middelbare school gezeten in Arnhem. En wij woonden vlakbij de kunstacademie. En al die mensen van de kunstacademie kwamen langs ons huis. Wij woonden in een winkelstraat. En dat was voor mij wel het summum. Dat was wel absoluut al vanaf jong dat ik naar de modeacademie wilde. Mijn vader wilde absoluut niet dat ik naar de modeacademie ging, want dat was veel te freaky en moest gewoon een serieuze baan nemen. Maar dat weigerde ik. Ik wilde absoluut naar de academie. Toen ben ik op een gegeven moment naar de avondacademie gegaan. Ja, ik denk wel dat ik toen ik jong was behoorlijk veel aandacht aan mijn uiterlijk besteedde. De hele jeugdcultuur begon te ontstaan die er nog niet was. Boutiques begonnen er ontstaan. Dus iedereen was wel heel erg bezig met zelfexpressie. De Nederlandse markt was zich natuurlijk absoluut aan het ontwikkelen. Ik bedoel, iedereen raakte meer geïnteresseerd in mode. Ik ging werken bij de grote steun en toeverlaat van Von Lange. Dat was mevrouw Bosma. En mevrouw Bosma die had een Amerikaanse stoffenfabriek waar zij directrice van was in Hoofddorp. En die maakte heel veel jerseys. En daar kwam ik terecht en dan mocht ik doen wat ik wilde. In het begin dacht ik, wat helemaal niet zo leuk, naar Hoofddorp. Wie wilde nou naar Hoofddorp? Ik wilde in Amsterdam. Maar het bleek dat zij onvoorstelbaar... stimulerend was. Ja, Von Leng maakte zoveel indruk omdat ze gewoon volkomen de eigen gang ging. En Von Leng die maakte kleren van die stoffen die we dan in Frankfurt, waar een hele grote stoffenbeurs was, de Interstof, waar die stoffen dan verkocht werden. En dan maakten wij de etalages. En dat was eigenlijk ook mee als de starting opdracht fotograferen met Von Leng. Een stylist voor foto's, dat bestond eigenlijk helemaal niet. Een stylist die gaat over hoe de mode er op de pagina's uitziet. Dat je de kleren uitzoekt, dat je ook meestal de fotograaf uitzoekt, dat je het onderwerp beslist, dat je de modellen aankleedt, dat je zorgt dat de goede schoenen erbij zitten, waardoor jij een bepaald beeld kunt creëren. Een art director is dan wat anders, want die begeleidt het hele project. Heel lang waren ontwerpers bijna naamloos bij een bedrijf. En op een gegeven moment werden die ontwikkeld tot popsterren. Max Heijmans en Frank Govers, Frans Molenaar. Al die ontwerpers maakten meer kleren voor kapitaalkrachtige mensen. En dat waren meestal niet de allerjongste mensen. Ik kwam Puk en Hans kwam ik tegen. Ik had een vriend in Den Haag. Wij gingen met z'n tweeën naar een concert van de Stones in Rotterdam. En daar stonden we bovenop de stoel op de eerste rij. En naast ons waren Puk en Hans. En die leerde ik daar kennen. En na dat concert zijn we naar hun huis gegaan. En zijn we tot 's morgens 8 uur doorgegaan. Heb ik in het begin in de winkel geholpen in Den Haag. Want dat was een winkel in Den Haag en in Rotterdam op zaterdag om wat geld bij te verdienen. En later hebben ze besloten om naar Amsterdam te gaan en daar een winkel te openen. En ja, die logeerden ze bij mij op een matras. Ik bedoel, we hadden allemaal niet veel geld en we hadden allemaal een piepkleine plek. En toen zijn ze de winkel begonnen. In het begin verkochten ze allemaal zelf mee, dus ze kochten wel in Londen, van spullen van Quorum bijvoorbeeld, kochten ze in en schoenen kochten ze in, maar ze maakten ook heel erg veel zelf. En later werd dat een beetje verlegd, gingen ze inkopen in Parijs, ze waren de eerste die Cartier verkochten, en Mugler en Montana, dus dan ging ik ook met hen mee naar Parijs. Luc en Hans waren eigenlijk de eerste die net als in Parijs een giga show gaven in een tent. We kregen vergunning om die tent op te zetten in het Vondelpark. Ja, wij moesten 's nachts zelf die tent bewaken, want anders gingen hippies erin liggen slapen.
dat Puk heel erg goed was in patronen. Die had ook een heel goed commercieel inzicht. Dus ik kan me heel goed herinneren dat als wij naar Parijs gingen, dan wist Puk meteen als je bij in de showroom van Gaultier zat, dat jasje wil ik en daar wil ik er veel van, want dat is een goed jasje. En dat had ze eigenlijk altijd gelijk. Hij zat behoorlijk aan de prijs, maar je kon er wel wat kopen. Het was niet zo als je nu iets wilt kopen dat het duizenden euro's kost. Die prijzen waren niet, maar het waren hoge prijzen. Daar kwam iedereen. Daar kwam van Adèle Bloemendaal tot het meisje dat heel veel geld bij elkaar gespaard had om een nieuw jasje te kopen. Tot Marijke Bijkerk van Lady Day, wat ook een fenomeen was in Amsterdam in die tijd. Puk en Hans zijn op een gegeven moment op een beurs gaan staan met hun eigen spullen in Amerika. En dat was een gigantisch groot succes. Het waren het met z'n tweeën, met z'n drieën die dat deden. Dus om dat allemaal te doen, dan moest dat heel erg groot uitgebreid worden. En dat wilden ze niet. Ze wilden voorkomen de eigen controle behouden. Er waren in Nederland veel bladen. Er waren natuurlijk veel zelfmaakbladen. Zoals de Ariadne, de Marion, de Knip. Maar er was ook de Margriet en de Libelle. De Margriet begon toen ook in die tijd met een special, een modespecial die twee keer in het jaar uitkwam. Ik werd op een gegeven moment gevraagd om voor Marion een dubbele pagina te maken. En dat heette dan Trend. En dat kon ik zelf beslissen. Ik kocht het, ik kocht de stof. Ik maakte er tekeningen van of ik legde uit aan degene die het maakte. Ik maakte het niet zelf, hoe het gemaakt moest worden. En dan stuurde zij het terug en dan fotografeerde ik het. Dus deed de styling van de foto's. De tweedehandsmarkt kwam in opkomst. Dus je zag overal tweedehands winkels ontstaan. Je kon op de markt tweedehands kleren kopen. Dat ontwikkelde zich tegelijkertijd bijna met al die met boutiques die opkwamen. Ja, ik heb er eigenlijk altijd een beetje hetzelfde uitgezien, denk ik. Ik had altijd een gooie wijde bandplooibroek aan. Ik had heel vaak zwart met felle kleuren aan. Ik had altijd een vestje aan. De vorm veranderde wel, maar het principe is altijd wel een beetje hetzelfde geweest. Toen ben ik freelance stoffen gaan ontwerpen. Dat was eigenlijk mijn eerste baantje in Manchester. Daar was ik helemaal niet goed in, want ik was heel slecht in het plannen. Dus als ik dan naar Manchester moest, één keer in de 2-3 weken, dan moest ik altijd de nacht daarvoor eigenlijk nog alles doen. En in diezelfde tijd werd ik benaderd door een headhunter. En die hadden een baan als modestylist. Toen was die term stylist was eigenlijk nog niet zo bekend. En er waren er ook nog niet zoveel. Ik kan me herinneren dat een van de eerste stylisten die er in Nederland waren, die dus prognoses maakte, et cetera, kleurkaarten voor de inkopers, was Liedewij Edelkort bij de Bijenkorf. En ik werd gevraagd door een groot bedrijf, ik wist niet welk. Toen bleek dat Pekke Kloppenburg te zijn. En zij denken, god, komt zo'n jong broekje en die zal mij vertellen wat ik moet gaan inkopen. Dus in het begin ging ik heel vaak naar Parijs en dan maakte ik trendverslagen en ik maakte kleurkaarten van hoe het zou moeten zijn. Maar ja, dat contact moest opgebouwd worden met die inkopers. En op een gegeven moment vroeg ik aan mijn directe baas of ik niet iedere 3 weken een aantal stuks kon kopen. Dus in Londen kon je veel modereuzere spullen vinden. Dus stel maar Kenzo, dat een hele grote naam was in die tijd. Dat zag je de invloed al in Londen, maar dat kon je hier in het confectiecentrum niet vinden. En toen was mijn baas, die zei, nou, ga kopen. Dus ik moest leren orders in te vullen, calculeren. Ik bedoel, al dat soort dingen waar ik nog nooit mee te maken had gehad. En ja, toen heb ik gewoon geluk gehad. Dus de eerste 3-4 orders die ik plaatste, waren een succes. Daarna zijn er natuurlijk ook dingen gebeurd die geen succes waren. Maar daardoor kwam ik in een beter blaadje te staan bij de inkopers. En op een gegeven moment besloot Pek & Kloppenburg dat ze jongere winkels wilden gaan beginnen. Dat werd Mac & Maggie. En toen werd Cora Kemperman aangenomen als inkoopster voor de vrouwen, voor het vrouwengedeelte. En Antoine Kneepkens voor het gedeelte mannen. En ik deed de styling. Pek & Kloppenburg wilde een kleine Pek & Kloppenburg die wat jonger was. Wij wilden super jong en super trendy en super modieus. Dus dat zijn we gewoon gaan doen. En
Daar was Cora Kemperman, die was een geweldige inkoopster, maar die was ook ontwerpster. Die had op de Rietveld Academie gezeten. Die ging zelf ontwerpen, we gingen heel veel zelf ontwikkelen. We zijn toen ook, eerst kochten we alleen maar in Portugal en in Italië en in België, een beetje dicht bij huis. En toen zijn we ook toch naar India gegaan en ja, daar konden we nog veel meer laten maken. Maggie kwam in de jaren 70 op het juiste moment, omdat er ook zo'n hele nieuwe soort van discocultuur ontstond. Het was een constante stroom van nieuwe dingen. Modieuze vertalingen ook van wat er bij de ontwerpers gebeurde, maar ook voorkomen eigen dingen. Denk ik toch wel dat er per seizoen op zijn minst 250 ontwerpen waren. Het was absoluut niet zo dat er alleen maar hele jonge mensen kwamen. Er kwamen ook vrouwen van 40 of ouder die echt graag modieus eruit wilden zien. In Amsterdam kon je het zo onvoorstelbaar goed zien als Eddie de Klerk, die in die tijd de eerste DJ was die er in Nederland was. Die gaf grote feesten in de Brakke Grond. Zoveel mensen zag je daar met iets van Maggie aan. Ik denk dat ze niet veel concurrentie hadden. Ja, er was Vanilia en dat soort merken, maar dat was allemaal veel commerciëler. Je zou eigenlijk Maggie in die tijd een beetje kunnen beschouwen als de voorloper van winkels als H&M en Zara. Het was een interessante tijd bij Avenue. Er waren natuurlijk nog niet heel gigantisch veel bladen. En het was echt een blad dat niet alleen over mode ging. Het was een general interest magazine met heel veel aandacht voor cultuur, voor design, voor literatuur. Dus het was heel breed en ze probeerden zo avant-gardistisch mogelijk te zijn. Ze lieten de redactie vrij om op hun manier die formule in te vullen. De wereld begon te reizen, dus wij maakten daar gebruik van. Dus als ik bedacht dat Thierry Mugler, een toenmalige bekende ontwerper, dat ik daarmee een productie wilde doen in de Sahara, ja, dan moest ik dat maar doen. Niet, er gingen geen assistenten, fotografen mee, we moesten het zelf doen, moesten zelf de spulletjes houden, moesten zelf de boekingen regelen. En nu zijn er heel veel producties waar gewoon 20 mensen mee bezig zijn. Voor Avenue gebruikten we van alles. Soms deden we Nederlandse ontwerpers, jonge of ook Nederlandse couturiers. We deden fabrikanten, we deden tweedehands. Het was ook in die tijd nieuw om dat allemaal te mixen. De schoenen van Lady Day bij een jasje van Frank Govers, met een broek van weet ik veel wie, dat werd nieuw. Ik besloot een productie in Mexico te gaan doen in het huis van Frida Kahlo. Dat waren absoluut de eerste die daar in dat huis van Frida Kahlo fotografeerden. In al die collecties gezocht naar spullen die eruit konden zien als Nederlandse klededrachten op een moderne manier. En dat is wel een iconische productie geworden. Ik denk dat op een gegeven moment Avenue best wel als een internationaal blad kon beschouwen. En ik ben op een gegeven moment gevraagd om bij de Duitse Vogue te gaan werken. Dus toen ben ik naar München vertrokken. En toen, dat vond ik interessant omdat ik dan met andere fotografen kon werken internationaal. De rol van de marketing werd natuurlijk steeds belangrijker. Dus ja, daar moest je ook rekening mee gaan houden. Dat heb ik een paar jaar gedaan. Later werd ik redacteur gebaseerd in Parijs. Iedereen denkt altijd dat Parijs en die shows en et cetera, dat het allemaal gaat om glamour en champagne. Als je het goed wil doen, moet je hartstikke hard werken. En natuurlijk krijg je na een show wel een glas champagne. En natuurlijk ga je wel eens een keer naar een gigantisch feest, wat fantastisch is. Maar de volgende morgen om 8 uur moet je bij de volgende show zitten. Dus als je het goed wil doen, moet je serieus zijn en hard werken. Toen ik weg ben gegaan bij de Duitse Vogue, ben ik gaan werken voor een Italiaanse ontwerper, Romeo Gigli. En op een gegeven moment ben ik naar New York gegaan, want er werd gevraagd om te komen werken bij de New York Times. En daar was ik verantwoordelijk voor de modepagina's. En daar is het natuurlijk heel anders, want dat is een krant. Als krant mag je je niet laten beïnvloeden door je adverteerders. Doordat ik zoveel verschillende dingen gedaan heb, die natuurlijk altijd mode waren, maar van assistent bij een, of de rechterhand van een ontwerper tot een beetje art director of moderedacteur of hoofdmode, hoe je het ook maar noemen mag, heb ik veel verschillende ervaringen opgedaan.
Ik geef les op het AMFI, het Amsterdam Fashion Institute. En daar doe ik een honorsprogramma. Dus er worden een aantal studenten uitgekozen die we intens begeleiden. En ja, daar gebruik ik natuurlijk al mijn wetenschap die ik opgebouwd heb. Die kan ik aan hun doorgeven. Door ze zoveel mogelijk te vertellen, ze zo enthousiast mogelijk voor mode te maken. Door ze mee te nemen en ze te laten zien hoe kleren gemaakt zijn. En door ze laten zien wat nieuwe tendensen zijn. En ja, ze gewoon met de neus op de feiten te drukken. Dat alles zo globaal is geworden, dat bevordert natuurlijk niet het individualisme. Waarvoor zou ik, als ik naar Parijs ga, bij H&M naar binnen gaan? Dat kan ik hier om de hoek doen. Ik vind wel dat je langzaam maar zeker toch een tendens ziet ontstaan dat er weer jonge mensen zelf dingen beginnen, dat wel een beetje doorbroken gaat worden. En ik hoop van harte dat dat zal gebeuren.